Hallo en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan wij weer Smite spelen. En deze game is een... ja, een duel weer. Ik ga... hou hier binnen. Ja, wat ik moet vertellen is... ik zie er misschien een beetje zweterig uit. Dat klopt ook. Het is buiten echt super warm. En op mijn kamer, er staat een lamp op mij geschenen. Die is nog warmer. Skadi... ja. Doe maar. Kronos, denk. Kronos, ja. Oké. Ik weet nog niet wie ik ga spelen. Dat had ik misschien eerst moeten bedenken. Maar. Ik denk dat het wel een beetje een 1v1 god wordt. Een 1v1. Anjo ben. Ik denk Kali. Bennen. Ja, ik denk het wel. Kali. Wie ik ga spelen? Dat is een goede vraag. Ik heb wel zin in een Hunter. Of een Assassin. Misschien Uller. Ja. Even denken hoor. Kijk, Mage misschien. Hij gaat waarschijnlijk pakken Sura, Loki, een of andere god. Die moet ik zijn. Het is echt Assassin. We kunnen Loki spelen. Ik heb een Diamond. Met een montage. Ik weet het niet. Loki is wel leuk. Hunter. Ik weet het echt niet. Misschien Uller. Mage. Weet je wat? Laten we Uller spelen. Ik weet ook niet waarom, maar gewoon voor de lol. Ja, ik wist het. Bakasura. Oké. Okay. Bakasura. Zijn ult is irritant met Vitalis. Ik ken hem niet. Maar dat is best wel logisch ook. Ja. Oké, ik ga voor... Sprint. Of Aegis. Ik denk Aegis. Ik kan beter met Aegis omgaan. Denk ik. Een sprint is ook al... ja, ik ga voor sprint. 1, 2 punten in mijn 1. 1 punt in mijn 3. En go. Ik heb Uller best wel vaak gespeeld de laatste tijd. Ik vind hem best wel leuk. Er komt een nieuwe skin van hem. En... ik vind die echt super cool. Ik weet niet of die gaan kopen. Hallo. Minions have spawned. Oké, mooi man. Oké, even kijken. Het is een goede Bakasura. Hij is level 8, dacht ik. Dat het was. Hij heeft golden bow. Oké. Try this on for size. Try this on for size. Any last wishes? Ik moet die echt niet missen. Changing pace. Try this on for size. You cannot run from me. Nothing is too far. Fight! Any last wishes? Try this on for size. Okay. Ik heb nog niet echt de wave clear die ik wil.
Maar... Try this on for size. Op level 4, als mijn 1 op level 4 is, dan... You cannot run from me! Saving this. Ja, ik denk dat ik nu maar een beetje achteraan moet zitten. Ik kan niet echt superveel doen. Ja, dat, ja, je kan ook geen buff stelen van Bakasura. Try this on for size. Try this on for size. You cannot run from me. Dat was wel een mooie 1 van mij. Dat, daar was ik blij mee. Changing pace. Try this on for size. Oké, ik ben out of mana, dus ik moet even een beetje achteraan blijven. Your middle tower is under attack. Oké, dat is kut. It's not over yet. Voor hem dan. Dat was een beetje dom van hem. No one can stop. Ik heb geen assist, dat is wel jammer. Oké. Ik heb me nu met Transcendence. Hij heeft waarschijnlijk Golden Bow. Ik heb jammer genoeg geen assist gekregen. Dus dat is wel echt super jammer. Maar dat maakt niet uit. Hij is bij zijn blue, want ik hoorde zijn dingetje. Changing pace. Oké. Try this on for size. Changing pace. Your middle tower is under attack. Oké, mijn 1 is op level 4. Try this on for size. Fight me. Try this on for size. Run from me. Jezus, wat doet hij veel damage. Try this on for size. Nothing is too far. Waarom doet hij zoveel, joh? Hij heeft alleen maar Golden Bow. Jeez. Oké, let's go. Let's go home. Boots. They won't be able to bear this. Oké, even denken, wat kan ik doen om het beter te maken? Hij is een level voor mij, hij doet het beter in XP. Nothing is too far. Changing pace. Oké. Wishes. Try this on for size. Try this on for size. Ik heb het. Oh my god. Hij is boos. Try this on for size. Misschien niet zo slim dat je boos bent. Oh, ik had het gewoon. Hoe kon ik een buff stelen van Bakasura's 2? Ik vind het ook niet best. Changing pace. Try this on for size. Fight me, not even. Yes! Ik trill echt ontzettend, ik weet het niet. Ik gooi mijn ability steeds weg. Of ze, ja. Dat ik zo trill, weet je wel. En dan gooi ik ze die andere kant op. Best wel even. Maar dat maakt niet uit. Ik ga nu terug. Bye. Oké, defense. Ja, ik ga gewoon lekker voor defense. Oké, ik heb mijn 2 nodig. Op level 11 heb ik 2
Daarna heb ik mijn ult. Mijn ult geeft lifesteal op mijn 2. Try this one for size. Hij heeft bijna vertellen, hij gaat voor vertellen. You cannot run from me. Try this one for size. Try this one for size. Oké, dat was goede damage. Changing pace. Try this change for size. You cannot run from me. Try this change for size. Ik heb AC nodig. Ik denk dat ik na na de defense ga ik voor AC. Try this on for size. Try this on for size. Dat is kut. Changing pace. Oké, even denken. Defense. That should work. Oké, snel terug naar lane. Try this on for size. Dan kan ik nog your middle tower is under attack. Dat nothing is too far. Hij heeft mijn blue helaas. Even de timer. Try this shape for size. Wat heeft hij eigenlijk, beats? Try this on for size. Try this on for size. Try this on for size. Fight me. Shaping this. You cannot run from me. Try this on for size. For size. Shake, try this on for size. Changing pace. Try this shape for size. Try this on for size. Try this on for size. Oké, ik ben een beetje een tijdje stil. Ik weet ook niet waarom, maar ik moet gewoon een beetje concentreren. Het is best wel moeilijk. Zeker omdat ik Uller ben, moet je toch wel wat meer mee uitkijken. Ja. Even wachten, pizza. Oké. Ja, eetjes. Ja. Changing pace. Ik zweet me trouwens echt wel helemaal middle tower is under attack. Try this on. Het is hier fucking warm. Als jullie het niet erg vinden, zet ik deze lamp even uit. Het is misschien iets donkerder. Maar ja, ik moet het er mee doen. Of jullie moeten het er maar mee doen. Changing pace. Heb ik lag of niet? Try this on for size. Fight me. Changing pace. Oké, dat is wel weer jammer. Try this on for size. Changing pace. Try this on for size. Case. Even mijn AC. Changing pace. You cannot run. Try this on for size.
Ik moet hier blijven voor de wave. Shaking pace. Coming for you. Try this on for size. Go ahead and run from me. Your middle tower is under attack. Yeah. Ja, dat zal ik doen. Heb hij defense? Hij heeft defense. Ik ga voor Titus Bane. Ik denk dat Titus Bane wel een goede optie is. Ja, dus ik ga voor Titus Bane. Het was misschien niet zo slim om Uller te spelen. I'm coming for you. Changing pace. Try this on for size. Changing pace. Ik moet gewoon een beetje tot late game zien te komen. Hij is een level voor mij. En ja, ik ben gewoon een beetje. Ik moet wachten tot mijn tijd is been. Dan kan ik door zijn defense heen komen. Ja, dus daar moet ik maar even op wachten. Dus ja. Shaking pace. Try this on for size. Changing pace. Ik kan nu voor Titus Bane. Het boeit me echt niet wat hij allemaal nu heeft ofzo. Misschien gaat hij nu voor de Bull Demon. Ik zal even kijken. Nee, oké. Wij zijn twee. Hoeven we daar ook niet te gaan kijken. Hij heeft geen... Hij heeft bijna niks. Oh, dat was niet de bedoeling. Changing pace. Where are you? Ik heb wel de first blood. Ik denk dat hij bij dat is. Try this on for size. Coming for you. Nothing is too far. Okay. Try this on for size. Ik heb het overleefd. Dat is iets. Ik denk dat ik voor Kins ga. Kins is best wel een heel goede damage doener. Ja, ik doe gewoon bots, ik weet het niet ook. Changing pace. Fight me. Any last wishes? Your middle tower is under Try attack. Try this on for size. You cannot run from me. Hij is echt super snel en ik snap het ook wel dat het best wel kut is. Pace. Maar het is Your gewoon middle stom. Tower has been destroyed. Ik zweet me helemaal kapot. Try this ja. Your middle phoenix is under attack. Your middle phoenix is under attack. Dat is niet normaal. Zijn attack speed met Akaivo. Eigenlijk Itch. Ja, Akaivo is het. Itchaval kan ook. Dus allemaal damage in de attack. Try this on for size. Your titan is under attack. Kijk, hij gaat nu gewoon voor mijn titan. Fight me. Change Super.
Try this on for size. You cannot run from me! You have slain more than I could chew! Motherfucker. Fight me! Nothing is too far. Ik kan niet zo heel veel doen nu. Ja, misschien is de tower. Ik weet het niet. Any last wishes? Ja, ik krijg de tower wel. Maar dat is ook het enige wat ik krijg. Ik heb ook nog wel een beetje lag ook. Helemaal perfect. Krijg ik er ook nog wat bij. Hij kan gewoon mijn Titan ulten. En dat dan is gewoon game over. No one can stop this bloodlust inside of me. Potion. En go. Ja. Try this on for size. Shake this and run from me. Try this on for size. Your Titan is under attack. Fight me. Okay. Zodra mijn Phoenix palmt, is die weer down. Try this on for size. You cannot run from me. Try this on for size. And here lies two wishes. Changing pace. Try this on for size. Try this on for size. Het is gewoon kut, ja. Het is heel erg kut, gewoon dit. Ja. Zo kan je het wel zeggen eigenlijk. Ik weet niet of ik nog ga winnen. Ik denk het niet. Maar we zullen het kunnen proberen. Hij heeft nog geen één keer gedood. Dat valt me wel op. Ja, waar? Try this on for size. You cannot run from me. Ik gok dat hij voor Blue Team is gegaan. Of gaat. Changing pace. Try this on for size. Nothing too far. Try this on for size. Okay, ik heb hem afgeschud. Ik heb hem gestopt van de Blue Team. Hij gaat er nu weer voor, denk ik. Nee, oké. Fight me! Your middle Phoenix is under attack. Try this on. Okay, dat krijg ik op backdoor, bitches. Wordt een payback. Okay. Okay, ik ga nu kijken wat ik kan doen. Ik heb minions. Misschien kan ik ze Phoenix pakken. Ik hoop het wel. Zou echt super cool vinden. Oké, laten we het proberen. Ik weet eigenlijk niet of ik er dood voor ga. Ik heb hem, oké. Out of my way. Try this on. En ren, ren, ren. Oké, ik ben wel goed, denk ik. Ja. Oké, ik kan wel backen nu. Oké, ik heb deze, deze. Oh, ik heb zijn Phoenix. En hij heeft die van mij niet. Oh my god. Ik denk dat hij voor de backdoor gaat. Ik denk dat hij bij Bulldemon is. Try this on for size. Good. Try this on for size. Good. Try this on for size.
Raak ouders, yes. Oké, misschien is dat game. Oh, ik kan het misschien afmaken. Oh my god, ik ben de fucking beste. Kom op. Ja! Oh. 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 Ja! Oh my god, ik ben de fucking beste speler die ooit op Smite heeft bestaan. Dat is trouwens niet waar, maar dat maakt niet uit. Als jullie dit een leuke video vonden, laat dan een like achter hier beneden. Een reactie voor welke god je wil zien. En dan zie ik jullie bij de volgende keer. Doei!